Ze noemde hem Brandkastenmanus, want dat was zijn specialiteit. Hij was eerst bij de tram, Brandkastenmanus, maar dat vond hij verloren tijd. Hij was een jongen die een keer zijn slag wou slaan. Daarom is hij toen de vlakte opgegaan. En hij brak in zonder het minste geluid. En geen gevangenis of hij brak eruit. De politie had respect voor hem, omdat hij zijn vak verstond. Er was niet ene rechercheur die ooit de vingerafdruk vond. Ze kwamen bij voorbaat moedeloos op de plaats van de inbraak aan. Maar bleven vol bewondering met ontblote hoofden staan. En dan zei de hoofdinspecteur die het onderzoek leed, dat is werk van hem. Brandkastenmanus, want dat is zijn specialiteit. Hij was eerst bij de tram, Brandkastenmanus, maar dat vond hij verloren tijd. Hij is een jongen die een keer zijn slag wil slaan. Daarom is hij toen de vlakte opgegaan. Nou breekt hij in zonder het minste geluid. En geen gevangenis of hij breekt eruit. Maar met de jaren kwam de ouderdom. En zo het meestal gaat, ze betrapten hem bij zijn laatste kraak op een pure hete daad. En toen die in zijn celletje heel stil was doodgegaan, mochten ze gabbers uit de bak om zijn graf heen komen staan. En de directeur van de strafgevangenis, die een gevoelsmens was, die zei: we zijn hier voor hem. Brandkastenmanus. Ja, want dat was zijn specialiteit. Een laatste groet aan hem. Brandkastenmanus. Een van de allergrootste jongens van zijn tijd. Het was een jongen die een keer zijn slag wou slaan. En daarom is hij toen de vlakte opgegaan. En nou ligt hij hier, zonder het minste geluid. Maar uit deze gevangenis, daar komt hij nooit meer.